In deze video laat ik je zien hoe je een hele bijzondere Ursa Luna kan vangen. Dat kan nadat je minimaal 150 Kitakami Pokémon in de Pokédex hebt gezet. Dus begin te vangen, want dan kan je deze vette Pokémon krijgen. Als je voor het Community Center staat, moet je even naar links kijken. Want dan staat daar op een gegeven moment deze mevrouw met de Hisuian Growlithe met een fototoestel. Kijk, ze staat lekker te klikken daar zo. Plop, 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 op. En ze zegt, wow, waar kom jij vandaan? Ik had je niet eens gezien. Anyway, wie ben jij? Wacht, nee. Wacht, zeg helemaal niks. Ik wil eerst raden. Jij bent een van die studenten die uit Paldea komt hier, toch? Oh, ja, je hebt gelijk. Ja, ik weet niet hoe jij dat weet, maar dat klopt. Ik ben Perrin en ik hou gewoon heel erg van fotograferen. Dit hier is mijn Matty Growlithe. Ja, dit is wel een hele leuke Pokémon, hoor. Hey, dit is misschien een beetje raar, maar mag ik een foto van je maken? Nou ja, doe je ding, joh. Doe me niet zo moeilijk. Ik hou zelf ook van foto's maken, dus doe je ding. Ze zegt, je hebt een unieke vibe. Ik zal de komende tijd lekker hier verblijven, denk ik. Kom even naar me toe als je 150 Pokémon van de Kitakami Pokédex hebt gefixt. Nou ja, dat hebben wij, dus ik kan gelijk nog een keer met haar praten. Kijk, daar staat ze weer. Ze is nog steeds druk bezig vanuit dezelfde plek om foto's te maken. Oh, trouwens, doe het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Ik vraag het altijd, maar ik merk dat steeds minder mensen dat doen. Het is niet moeilijk. Het is eventjes op een knopje drukken. Nou ja, twee knopjes. Anyway, we hebben meer dan 150 Pokémon gevangen, Perrin. Perrin zegt, je weet waarschijnlijk meer over de Pokémon hier in Kitakami dan ik. Ik wil je wat vragen. Een echte Pokémon Pro, dat is wat ik nodig heb. Oké, nou, vraag maar. Ik ben op zoek naar een hele bijzondere Pokémon en ik wil daar een foto van maken. Ik zoek hem al super lang, maar ik heb hem nog steeds niet gevonden. Wil je me even helpen? Het schijnt wel dat deze Pokémon echt kapot sterk is. Nou ja, je kan hem vangen en hem dan meenemen op je avonturen. Toch super vet? Ja, dat is goed. Ik wil je wel helpen. Oh, dus we moeten haar eerst battelen. Nou ja, ik heb deze Pokémon nu bij me. Ik weet niet of ik van jou ga winnen. Er zijn er maar twee boven de level 80. Ik weet ook totaal niet wat ze doen of ze goed zijn. Maar is goed, ik ga het proberen. Laten we battelen. Met Okidoki, Munkadori, Fezantipitty. Oh, we worden weer op de foto gezet. Perrin, welke Pokémon heb jij? Noctile. Oké, ik heb Okidoki. Ja, ze is wel echt fan van de fototoestelletje. Ik kan superpower doen, denk ik, toch? Op Noctile. Oké, ik dacht dat ik hem misschien wel in één keer zou verslaan. Helaas niet. Dark and Flying maakt dat het niet super effectief is. Ik heb hem wel poisoned. Niet mij in slaap, zussen. Dankjewel. Gelukkig zijn haar Pokémon ook niet level 80. Deze is level 68, dus die kunnen we prima verslaan. Sorry, Noctile. Hopseflats. Lekker Okidoki. Dan nu tegen Leafeon. Heb ik een Flying type? Heb ik een Fire type? Nee. Munkidori, deze is voor jou. Ja, wel cool hoor, Leafeon. Ik heb natuurlijk wel Sludge Wave. Ik heb genoeg Poison type moves om Leafeon te verslaan. En oké, dit ging vrij makkelijk. Dit is top. Goed gedaan, kiddo, zegt Perrin. Je bent niet verlegen voor de camera. Nee, dat klopt. Dat gaat best oké met zo'n camera op mijn bak. Dus daar ben ik wel gewend. Heeft hij nou een hartje op zijn kont? Munkidori heeft een omgekeerd hartje op zijn kont. Oh, we moeten tegen de Blood Moon Beast, de Bloedmaan Beest, wat? Is dat de Pokémon die je zoekt? Ja, dat is de Ursa Luna. Het is een Blood Moon Beast. Het is een speciale versie van Ursa Luna. Ursa Luna is een Pokémon die normaal een heel groot geel ding op zijn voorhoofd heeft. En dat staat voor een maan. Maar dit rode ding wat hij op zijn hoofd heeft, dat staat voor de maan. De bloedmaan zelfs. Jemig, dat klinkt heftig. Vroeger noemde men deze regio Hisui. Oh, serieus? En toen leefde deze Ursa Luna hier. Oh nee, Perrin leefde in Hisui. Oké, en toen was deze Ursa Luna hier naartoe gekomen via het water. Oké. Als we samenwerken, dan kunnen we eindelijk deze Pokémon op de foto zetten. Dit voelt gewoon een beetje als nieuw Pokémon Snap eigenlijk. De bloedmaanbeest is gezien in het noordoosten van Oni Mountain in de tijdloze woud. Oké, dan gaan we daar naartoe. En dat is daarachter ergens, de tijdloze woud. Let's go. Ben ik daar überhaupt al eigenlijk geweest? En heb ik al een Volby? Of nee, Illumise? Volgens mij heb ik deze nog niet gevangen. Nee, zie je? Deze hebben wij nog niet. We moeten even een Illumise vangen. Let's go. 1, 2, 3. Kom maar, joh. Ja, lekker. Zo, dan hebben we die ook alvast weer in de Pokédex. Hartstikke idee. Ik kan me niet herinneren dat ik hier al ben geweest. Perrin staat hier ergens op mij te wachten. Ja, kijk, hier is ze. Inmiddels is ze... Oh, nee, ik dacht dat ze een Poliwhirl had meegenomen. Maar nee, ze is gewoon foto's aan het maken van Poliwhirl. Doe je ding. Ga maar lekker foto's maken. Ja, joh, doe maar. Perrin, ik ben er. Ze zegt, anyway, in dit deel van de map hebben ze de bloedmaanbeest gevonden. Vooral s'nachts als er heel erg veel mist is. Wow. Dit ziet er heftig uit. Oh, daar horen we wat in de bosjes. Is dat de bloedmaanbeest? Oh nee, dit is een Ariados. Oh, sinds wanneer zijn we bang voor een Ariados? Oef.
Word je nou gewoon aangevallen door een Pokémon? Let's go, Growlithe. Let's go, okidoki. Pak dat beest. Maak hem kapot. Baron die denkt, vanaf deze positie kan ik ook foto's maken. Tuurlijk kan jij dat. Let's go! Ga je nou mij proberen te vergiftigen? Maar ik ben toch een Poison-type Pokémon? Is niet handig, Ariados. Hartstikke idee. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Baron zegt, ik voel me wel een beetje schuldig voor die Ariados. Want waarschijnlijk had hij gewoon niet verwacht om mensen te zien. En daarom viel hij aan. We moeten maar even een tentje opzetten. Op die manier raken de Pokémon gewend aan ons en dan laten ze ons waarschijnlijk met rust. Wat een leuk shaman tentje, joh. Ja, het ziet er goed uit, deze tent. Vanuit die tentjes kan je dan lekker de natuur fotograferen, hè? Oh my god. Ga je weer met je camera? Ik moet foto's maken van haar, van de Pokémon die hier leven. Dit is echt serieus nieuw Pokémon Snap. Nou, is goed. Gaan we doen? Met mijn bijna lege batterij van mijn controller. We moeten 10 Pokémon hier op de foto zetten. Oké, dat is goed. Oké, ik wil wel even mooie uitzoeken, hoor. Even bijzondere Pokémon. Ja, hier. Tootscrew! of moet ik eerst met haar praten? Volgens mij heeft hij het niet gedaan. Kijk, ik moest eerst met haar praten, joh. Oké, nu begint het pas echt. Dit is wel lachen. Dit vind ik wel een leuke missie. Wel een leuke opdracht. Ik zie daar een Sudowoodo. Althans, ik dacht dat ik een Sudowoodo zag. Ja, daar. Ik wil iets dichterbij komen. Hallo? Nee, niet weglopen. Ik moet dus niet te dichtbij komen. Daar staat er nog één. Bam! Dat is nummer 1. Hartstikke idee. Sudowoodo! Oké, daar is de tweede. Ik ga er ook helemaal zacht van praten. Kijk, een spinnerack. Oh, ik moet dichterbij komen. Hij telt niet. Is dit beter, mevrouw? Ja. Hoppakee, nummertje 2. Dit is echt super grappig. Oh, daar is de derde. Daar is Litwick. Die heb ik volgens mij nog niet. Ik heb alleen nog maar een Chandelure namelijk. Hoppakee, hij zit daar in het gras te chillen. De Kandelaar Pokémon. Love Litwick. Eén van mijn favoriete Pokémonnetjes wel, hoor. Nou, althans, Chandelure dan vooral. Maar die evolutielijn die staat wel in de top 25 van mijn favoriete Pokémon sowieso. Ik ben nog steeds benieuwd voor als er nieuwe mensen kijken. Wat jullie favoriete Pokémon is. Laat het even weten in de comments. Oeh, Duskull. Wat ziek idee. Volgens mij was dit een moeilijke. Ja, want deze verdween ook snel. En hij ging heel snel op mij af. Die hebben we ook te pakken. Dat is nummer 4. Oké, nog 6 te gaan. Even wat hoger hoor. Dan hebben we wat meer overzicht misschien. Daarachter. Dat is een Geodude. Niet weggaan. Oeh, ik moet denk wel ietsje dichterbij. Geodude, dit is niet een hele goede foto. Ja, maar hij wordt wel herkend. Hoppa, we zijn op de helft. Oké, welke Pokémon zit hier nog meer verstopt in het bos? Daar loopt wat. Oh, die is wel snel. Dat is een Ledian. Oh, en Illumise? Kan ik er niet gewoon 2 op 1 foto zetten? Hallo? Daar. Oh, het is gewoon 3 op 1 foto misschien. Oh, eens even kijken. Ja, we hebben de Firefly Pokémon Volbeat en Illumise. Allebei tegelijk. Haha. Eigenlijk had ik de alle 3 op de foto willen hebben. Ook die Ledian. Dus even kijken waar die naartoe gevlucht is. Daar vliegt er nog één. Oh, nee. Of wel? Oh ja, nee, dat is geen Ledian. Dat is inderdaad die... Daar. Is die daar? Nee, dit zijn gewoon allemaal Volbeats. Dit is helemaal geen Ledian hier. Misschien moet ik even naar het water lopen. Zou er een Pokémon in de buurt van het water zitten? Zie ik dat goed daar aan de overkant? Ik kan niet goed zien welke Pokémon het is en of het een Pokémon is. Maar het lijkt er wel op. Hier in het water... Tynamootjes. Ja. Nog 2 te gaan. En dan komt de bloedmaan Pokémon misschien wel tevoorschijn. Daar in de verte is een Lotad. Er zijn zelfs meerdere Lotads. Als je mijn Detective Pikachu video's hebt gezien, dan weet je dat zij soms een brug kunnen vormen. Dan gaan ze gewoon even lekker met z'n 3 zo naast elkaar. En dan kan je er gewoon op staan. Dat is echt ideaal. Oké, we moeten nog 1 Pokémon. Hier, Hoothoot. Die hadden we nog niet. Ik vind het een mooi fotootje hoor. Hoppakee. En dat is nummer 10. Ja, wat vind je van mijn professionele fotografie skills, mevrouwtje? Yay! We did it! Yay! Oké, nu moeten we alle Pokémon data naar onze analist sturen. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Nou, ze zegt niet wat er is, maar ze vindt mijn foto's wel goed. Dankjewel. Ze vindt er zelf een slump. Ze zegt een slump is als het lijkt alsof niks goed gaat in je leven. Nou... Volgens mij kan jij dit hartstikke goed. Ze zegt van vroeger waren mijn foto's goed, maar nu vind ik mijn foto's echt niet leuk meer. Ik krijg geen awards meer en erkenning meer, helemaal niks. En daardoor weet ik niet meer zo goed wat ik wil doen met mijn foto's. Oh, ze is gewoon een beetje in de war, joh. Maar ze heeft nu dus wel verhalen gehoord over Blood Moon Beast en daar wil ze heel graag een foto van maken. Misschien dat ze dan weer gewoon zichzelf helemaal goed voelt en de spark weer heeft om vettere foto's te maken. Wat gebeurt er? De foto's die zijn geanalyseerd. En zij denkt dat we nu de bloedmaanbeest hebben gevonden. Oh, let's go. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Het is eindelijk tijd om een fotootje te maken van de Blood Moon Beast. Let's go, Growlithe. Ga je mee? Growlithe is super enthousiast. Oké, we gaan het bos in met de mist. Growlithe begint een beetje te blaffen. Ik hoorde daar wat. Ik hoorde een geluidje. Een heel klein geluidje, hoor. Nu hoor ik een iets groter geluidje. Ja, dit zijn flinke voetstappen. Wow, yo!
Wat? Dit is wel een hele sicke Ursaluna. Deze is zo cool. Oh, ik vind het echt een hele vette Pokémon. Maar kijk, zijn oog. Zijn ene oog doet het ook niet meer of zo. Wat? Heel vet. Hoppakee. Nou, ze maakt een foto. Zo te zien vond de Ursaluna... Ja, die vond dat niet zo leuk. Oh, wil je Growlithe laten vechten? Nee, Growlithe gaat niet vechten. Ik doe dit wel. Let's go. Ik heb al die gekke Pokémon bij me. Verzenti, Pitty, Okidoki, Munky, Dory. Weet ik voor wat. Dit moet lukken, toch? Ik weet niet zo goed wat zijn type is. Het zal waarschijnlijk wel een Dark-type zijn ook. Lijkt me. Weet je, ik begin gewoon even met Superpower. Ik zie wel wat er gebeurt. Oh, die is super effective. Oh, is het gewoon een normal type dan? Daarmee doe ik mezelf niet echt een plezier, moet ik zeggen. Want mijn defense en mijn attack gaat allebei naar beneden. Maar we hebben hem wel lekker gepoisoned. Ik denk wel echt dat dit wel een sterk Pokémonnetje is, hoor. Ja, ga jij maar lekker foto's maken? Dan ga ik proberen om hem te verslaan. Hij doet Earth Power. Oei, dat is een probleem. Ja, dat is niet alleen een probleem voor Okidoki. Dat is een redelijk probleem voor mijn teampie, denk ik. Oh. Oké, twee keer geraakt. Okidoki gaat sowieso wel down. Oh, hij gaat nu voor Slash. Oké, je wilt me gewoon vernederen. Ik denk dat ik Sinistra even ga gooien. Dat is ook een ghost type, dus die normal attacks zouden dan niet moeten werken. Ga ik eens even kijken of die een beetje tegen mijn Leafstorm kan... maar ik mis mijn Leafstorm. Oh, hij gaat even chillen met zichzelf. Hij doet Calm Mind, hij wordt even rustig. Zijn special attack gaat omhoog. En zijn special defense ook. Gelukkig is hij nog wel gepoisoned. Misschien ga ik maar even voor Macha Kocha. Dat is misschien iets safer. Dan breng ik mezelf ook niet heel erg naar beneden. Oh, oké, dit is ook super effective. Is die dan normal ground? Wajo, dit was niet leuk. Ben je normal ground? We hebben hem wel voor de helft down nu. Maar dit ging even wat minder goed. Diplin? Kan je helpen? We gaan voor Energy Ball, let's go. Oh, hij zit zichzelf echt te boosten. Hiermee gaat hij al mijn Pokémon gewoon in één keer slopen. Dit zou een probleempje kunnen worden. Energy Ball doet hopelijk veel damage. Ja, wel wat. Het zou net genoeg kunnen zijn om zeg maar genoeg te hebben aan dat hij nu poisoned is. Om het allemaal te overleven. Nou ja, dan gaan mijn Pokémon het niet overleven, maar je snapt wat ik bedoel. Hiermee gaan we het misschien redden. Oh my god, deze aanval is wel echt niet normaal. Die doet zoveel pijn. Oh. Kijk, ik heb nog 4 Pokémon over. Dat betekent dat hij nog 4 keer wordt geraakt door de poison. Dat zou moeten kunnen werken. Ogerponnetje, let's go. Hopelijk ben jij sneller. Ga voor de low kick. Ja, lekker. We raken hem met low kick. Oh, ja, hij is bijna kapot. Hij is bijna kapot. Oh, ik denk dat we hem hebben. Wat een vette Pokémon. Oh, ik vind hem echt heel cool. De Blood Moon Ursaluna. Het is misschien wel mijn favoriet. Een, ja, een soort van nieuwe Pokémon. Die we hier in Kitakami hebben gezien. Ik vind hem echt oprecht heel gek. We gaan hem sowieso vangen, want anders ga je dat niet op deze manier zien. Dus ik kan hem ook best wel in een coole Pokéball gooien. Welke past er goed bij? De Timerball. Ik vind de Beastball ook wel cool eigenlijk. Of de Duskball. Ja, de Duskball is goed. Die heeft ook zo'n rode stip, zeg maar. Net als Ursaluna. Ik bedoel, de Duskball ook beter bij Pokémon die s'nachts leven. Dat past weer bij zo'n Bloodman. Yeah. Oké, nice. Goeie Pokéball voor deze Ursaluna. Echt heel vet. Hij is dus een ground en een normal type. En hij heeft de zee dus overgestoken en is toen aangespoeld op het strand. Hij heeft hier moeten overleven. En daardoor heeft hij unieke krachten. Hij is echt zo cool. Love it. Heb je mooie foto's kunnen maken, Perrin? Nou, Growlithe is niet echt een vechtersbaas, zo te zien. Ze zegt, ik kon niet stoppen met het maken van foto's van jou die tegen de Blood Moon Beast aan het vechten was. Zo, de tent is ingepakt. En Perrin die bedankt ons nog even. Ze zegt, ja, ik had het niet zonder jou gekund. En ik kan het ook niet zonder jullie. Als jullie geen video's meer kijken, dan hoef ik geen video's meer te maken. Dus ja, weet je, ik kan ook niet zonder jullie. Perry gaat terug naar Mossoo. Growlithe gaat met haar mee. En ik ga ook even eten, want ik heb honger. Doe een duimpje omhoog, abonneer. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!